Het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg, het BOG, hield gisteren een presentatie over zijn nieuw opgezette insectarium. In het insectarium of insectenkweek worden muggen onderzocht op onder meer gevoeligheid voor de insecticiden die het BOG gebruikt. De opzet van het insectarium is gefinancierd door de Pan American Health Organization PAHO en het Agence Française de Développement AFD, het Franse samenwerkingsproject van het ministerie van Volksgezondheid. Helene Hiwat, hoofd van de afdeling entomologie van het BOG, zegt dat het instituut door onder meer het in kaart brengen van de risicogebieden en het analyseren van gegevens de muggen tracht te bestrijden. Ja, in het verleden, met name insecticideresistentieonderzoek van muggen, werd in het buitenland gedaan. Dat wil zeggen dat we muggen eitjes naar het buitenland stuurden. Ze werden daar opgekweekt en de testen werden uitgevoerd. Nu hebben we het insectarium en kunnen we dus die muggen zelf veilig kweken en de testen hier uitvoeren. En het insectarium is gerealiseerd met financiering van de Pan American Health Organization, PAHO. En het AFD-project van het ministerie van Volksgezondheid, dat is het Franse samenwerkingsproject. Bij de onderzoekingen, waarop wordt de nadruk precies gelegd? De nadruk op dit moment wordt gelegd op het bepalen van insecticide-resistentie van de muggen. Omdat als je muggen gaat bespuiten met insecticide, met name in situaties als epidemieën en outbreaks, dan moet je zeker weten dat je insecticide werkt. En wanneer die muggen ongevoelig zijn voor een bepaald insecticide en je gaat bespuiten daarmee, dan gaan ze niet dood en dan werkt het dus niet. Dus het is belangrijk om een continue monitoring te hebben van de resistentiestatus van de muggen. Hiwat geeft verder aan dat er al wat resultaten binnen zijn die aangeven dat onder meer de Aedes aegypti muggen, die de Zika, chikungunya en dengue overbrengt, resistent is tegen Marazion in Albina. Echter is de belangrijkste methode voor het bestrijden van de muggen nog steeds het verwijderen van de broedplaatsen. De uitroeiing van de Aedes aegypti muggen kan alleen met gemeenschapsparticipatie. Dat wil zeggen dat mensen actief broedplaatsenbestrijding moeten gaan doen. Want het heeft geen zin om muggen te gaan bespuiten, zeker niet in een epidemische situatie, wanneer de mensen niet de broedplaatsen opruimen, omdat met de bespuiting je alleen de volwassen muggen doodmaakt. En alle eitjes die overal nog zijn en de larven die overal nog zijn, die komen in die week daarop weer uit. En dan heb je eigenlijk geen effect op de lange termijn. Dus op het moment dat mensen actief en serieus broedplaatsen gaan opruimen en je dat combineert met de bestrijding van volwassen muggen, heb je een kans om een impact te hebben op de muggenpopulaties. Aldus Helene Hiwit, hoofd van de afdeling entomologie van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg BOG. De organisatie hield gisteren een presentatie over zijn nieuw opgezette insectarium.